Op zondag 25 januari 2016 kwam er om 22:30 een melding binnen van een dak dat in brand stond aan de Gravenstraat in Voorst. Het betrof een geschakelde woonboerderij waarbij aan de aanbouw verbouwd werd. Er werd ingeschaald naar middelbrand omdat in het buitengebied moeilijk aan water te komen is. De hoogwerker van Zutphen was er ook ter assistentie. De oorzaak is nog niet bekend. Men moest het dak ook op een bepaald punt doorzagen in verband met de smeulende resten die er nog onder lagen.